In het kader van Wereldgezondheidsdag heeft Refaya Lindveld, voorzitter van de Vaste Commissie Onderwijs en Gezondheid bij de Nationaal Jeugdraad Suriname, een infosessie gehouden over gezondheid. Dit gebeurde in het SVB-gebouw tegenover het André Kamperveen Stadion. Ik heb dit georganiseerd omdat jongeren nog niet bewust zijn van hoe belangrijk hun gezondheid is. En ik wil de bewustwording brengen door een training te geven aan jongeren. En dat deze jongeren de training volgen, dat ze verder kunnen gaan om het nieuws verder te verspreiden. Hoe bent u op het idee gekomen om dit te organiseren? Ik sprak met de DC, DC Bola, over Wereldgezondheidsdag. En op 6 april hadden we al de centrale markt hadden we al wat gehouden. En ik vond dat er nog meer informatie gegeven moest worden. Dus ik dacht echt naar van wat moet ik doen. En toen kwam ik op een training die gegeven moet worden aan jongeren. Om ze bewust te maken. Want over een van de punten hebben we het over klimaatsverandering. En als je over klimaatsverandering praat, gaan ze denken, oké, gewoon ons klimaat. Maar ze weten niet wat voor effect het heeft op onze gezondheid. Wat vond de DC van het initiatief? De DC vond het initiatief heel goed. Want tijdens dat van 6 april dat we samen hebben gewerkt, wilde hij ook heel verder gaan ermee. En heb ik toen de stap genomen om verder te gaan. Wordt dit voor het eerst georganiseerd? Dit wordt, naar mij aanzien, hoe ik het zie, wordt het wel voor het eerst georganiseerd. Omdat ik het niet echt vaker heb gehoord. Dat jongeren een training krijgen over hun gezondheid, over hun voeding. In verband met Wereldgezondheidsdag. Dus het is de eerste keer. En als het goed gaat, ik roep dit een pilotproject. Want als het goed gaat, wil ik wel landelijk ermee bezig zijn. Landelijk, dat betekent in de overige districten ook? Ja, de overige districten ook. Want daar hebben we ook onze jongeren die we moeten bereiken. Wat zal er vandaag precies allemaal hier gebeuren? Vandaag zullen de jongeren 2 trainingen krijgen. De eerste is door mevrouw Redoet. Zij zal het hebben over klimaatsverandering, wat voor effect het heeft op onze gezondheid. En mevrouw Wendy Soumedi-Hadja, dat is de diëtiste, die zal het hebben over gezonde voeding. Ja, op 7 april was het Wereldgezondheidsdag. Gesproken over het thema Mijn Gezondheid, Mijn Recht. Wat moet men volgens u daaronder verstaan? Mijn Gezondheid, Mijn Recht. Daaronder versta ik dat jouw gezondheid eigenlijk belangrijk is. Het is het belangrijkste dat jij als persoon kan hebben. En dat we er goed mee moeten omgaan. Maar ook dat de regering naar de gezondheid van elk individu in Suriname moet gaan kijken. Want onze gezondheidszorg gaat echt achteruit. En we moeten de jongeren nu al trainen en niet wanneer ze ouder zijn geworden. Hoe zou het ministerie van Volksgezondheid eigenlijk jongeren kunnen bemoedigen om op hun gezondheid te letten? Ja, inderdaad. Jongeren bemoedigen, jongeren voorlichting geven, naar scholen gaan, op social media bezig zijn om de bewustwording echt naar voren te brengen dat jongeren op hun gezondheid gaan letten. Want ze zien het nog als een spelletje en wanneer ze ouder worden en ze zien wat er gebeurt, dan willen ze dan pas erop gaan letten, maar is het eigenlijk al te laat. Wat is uw boodschap en oproep naar de gemeenschap? Mijn boodschap is allemaal op onze gezondheid letten. Onze gezondheid is het belangrijkste dat we kunnen hebben om verder te gaan in het leven om goed te functioneren als mens.